Hallo, hier is Gingo. Terug bij Vita Beast. Hey jongens. Voordat we gaan beginnen wil ik eerst even wat uh, laten zien wat ik hier heb gemaakt. En dat is. Heel veel van jullie designen, die hebben echt. Episode na nee, episode vragen is hier al om. Want ik had echt iets van bijna 50 levels ondertussen. maak nou eens een enchanting table met wat dingetjes. Dus uh, met wat shells. En ik heb het hier gemaakt. Het, is, uh, het gaat tot level 20. En ik heb uh, al wat dingen uh, geënchant. Wat Ruby tools, zoals dus je kan zien. Wat well, zijn mijn enchants, Kan je even kijken? Efficiency. Uh, een en uh, ik ben nu ook weer terug naar, naar uh, hoe heet het, uh, level 32. Dus we moesten gewoon even snel vertellen. Maar voor de rest, jongens, heb ik dus, um, hoe heet het, heb ik dus offscreen uh, heel wat spullen um, gemaakt. Een beetje klaargelegd en zo. Uh, wat ik zou gaan doen. Maar nog niet alles. Want um, er is wel iets leuks wat ik uh, moet gaan vertellen. Wat er dus gebeurde sinds dat ik, of wat er dus gebeurde, uh, um, of, uh, dus gebeurde offscreen. Off, off nou, laten we eens maar beginnen met wat ik allemaal heb uh, gemaakt. En dat zit allemaal hierin. Jongens, ik heb vier nieuwe Tesseracts. We hebben er vier bij. Dus in totaal is dit um, zes Tesseracts. Met degene die hier zo zit. Hier zo. En met, um, hoe heet het, degene die in de netter staat. En wat ik dus van plan ben om te doen in deze episode is... Um, tenminste, of in deze sessie, kan ik beter zeggen. Maar ik weet niet precies welke episode wat is. Dus daar uh, moet je me niet van geloven. Want het kan best wel iets anders zijn. Maar dus... Um, wat ik wil gaan doen is, ik wil ervoor zorgen dat de quarry. Dat die. Um, hoe heet het? Dat de quarry kan worden um, aangezet zonder dat er een pijp naartoe gaat of vanaf komt. Van wat dan ook. Dus geen energiepijp, dat er naartoe gaat, geen itempijp. Ik wil alles met Tesseracts doen. Dus alle items die eruit komen, komen met een tesseract hierheen. Dus dan ga ik deze kist vangen door een Tesseract. Als het goed is, moet dat werken. Dat hij dat, dat, dat er zo direct uitkomt, zeg maar. Maar dan moet ik dus een beetje mee testen, want dan heb ik niet echt. Uh, heb ik nog niet echt zo heel veel mee kunnen doen. Dus misschien dat ik dan heel eventjes, um, voordat ik daarmee ga kloten, want misschien dat het echt te lang gaat duren, dat ik dan um, even snel uh, skip en in Creative dat even ga testen. Maar dat heb ik tot nu toe nog niet gedaan. En uh, ja, jongens, dus um, dat is dus wat ik wil doen. En voor de rest um, wou ik dus nog wel spullen maken voor de, um, hoe heet het, voor mijn, uh, mijn Essence Farm. Maar dat heb ik dus even op een hop moeten zetten. Want ik was bezig met het maken van... Even kijken of ik hier ergens dingen heb gezet. Ja, hier is hem. Ik was bezig met het maken van lilliput Fertility. Dus ik kan er even vier bij maken. Want zoveel hebben we nog nodig. Maar toen bleek dat ik heel wat items mis. En iets, bijvoorbeeld iets wat ik mis was bone meal. Dus als je dan bone meal opzoekt. Ik heb wel redelijk wat bones. Maar uiteindelijk hebben we echt wel lachelijk veel bone meals en zo nodig. En ook andere uh, verschillende dingen. En uh, daar hebben we wel iets voor nodig. En dat is eigenlijk wel iets leuks van wat ik dus heb tegengekomen. En jongens, ik heb ergens een leuke biome tegengekomen. Volgens mij staat die daarachter. Achter Hell, of, Hell on Earth. Dus nu kan je niet goed lezen wat er staat. Misschien kan je zelf wel al een beetje lezen. Maar daar is iets leuks. Wat, uh, is het, wat, ik dus heb, uh, wat ik dus heb gevonden. Waar we dus zo meteen naartoe gaan. En daarvoor heb ik echt een hele lege inventory nodig. Dus jongens, ik denk dat ik echt even zelfs mijn pickaxe even weg ga zetten. Want ik heb een belachelijke hoeveelheid ruimte nodig hiervoor. En wat ik daarmee bedoel, dat zullen jullie zo meteen wel zien. Dus ik ben benieuwd of, uh, ben benieuwd of het uh, nog steeds is van wat ik uh, herinner wat het is. Maar uh, het laatste wat ik nog eventjes wil laten zeggen. Dat ik hier een nieuw uh, dingetje heb gemaakt. Dit is het enige wat ik eigenlijk een beetje heb gedaan. Wat ik eigenlijk liever met jullie wou doen. Maar ik moest het eigenlijk doen omdat ik anders niet fatsoenlijk kon travelen. Want ik heb getraveld op zoek naar materialen. Wat er dus nu in die kist zit. Maar uh, goed. Dus dit is de Energetic Infuser. En wat dit ding doet is... Basically, het laat dingen op dat RF gebruikt. En jongens, de Staff of Traveling van Ender.io gebruikt RF, dus Redstone Force. En jongens, hoe snel dat dit ding wel niet opvult. Een lege staf is opgevuld binnen 3 seconden. Dus in 3 seconden, 2,5 miljoen RF is best nice. Dus dat heb ik gedaan zodat ik beter kan travelen. En mijn andere staf heb ik ook al uh, gecharged, die uh, in de kist ergens gezet. Maar goed, dan gaan we dus nu even, even kijken. Wacht eens even kijken hoe laat het is. Oké, okay, het is nog goed. Dus uh, ja, hier heb ik voor de rest niet zo heel veel gedaan. Ik heb hier zo. Uh, heb ik nog wel af en toe eens wat geharvest. Ik heb nog een beetje die laatste seeds geplant en zo. En eh. Uh, oh, het is nog maar een net dag zelf. Oké, okay, mooi. Maar goed, nou laten we daar maar naartoe gaan. Met, ik hoop dat dit genoeg is. Ik denk het wel. En uh, kijk jongens, nu kunnen jullie het zien: Rainbow Forest. Het is een heel eindweg, zoals je kan zien. 1700 meter. Maar uh, zoals ik zei. Het verre travelen heeft op zich net helemaal geen effect meer. Want ik bedoel. Ik heb oneindige energie, dus ik kan oneindige van die, van die, stavige, van die staven gebruiken. Dus uh, als het goed is, moet dat, uh, moet dat geen probleem zijn. Maar dus, wat het is, dus is, Rainbow Forest. is een grote boom met allemaal verschillende kleuren bomen. Maar er staan um, een speciaal soort bomen in die Rainforest. Dus dat is dit, dit was trouwens, een boom dat ik echt al. Van het begin van de serie, oh, dit hoop ik ooit een keer tegen te komen. Dus daarom dat ik ook heb gezegd: van, Oh, even opslaan, even alles zo doen. Want um, bij de Rainbow Force zijn er twee dingen waar ik graag wil halen. Het eerste, dat zijn speciale planten voor later. Voor, um, uh, hoe heet het, als ik meer met magie ga werken. Maar dat komt later pas. Dan wil ik eerst even zorgen dat ik fatsoenlijk kunnen Dat, dus mijn, uh, al, dat ik genoeg Tesrax heb. Dat ik. Uh... Oh, Oké, okay, jongen, sorry daarvoor, maar uh, ik had een livestream op de achterkant. Had ik even pauze gezet en opeens kwam. Uh, de reclame kwam er keer binnen. Dus dat heb ik er even uit moeten knippen. Dus ik weet niet wat het laatste was wat ik zei. Maar in ieder geval. Uh, wat ik dus wil doen. Ik wil dus twee dingen halen. Maar. Uh, uh, dus die, die speciale bloemen. Wat tegen teent is. Dus dat is dus wat ik ook zeg. Tegen teent. Bij uh, de ene plek waar ik dus. Uh, bij Magic Place. Waar ik dus met magie wil gaan werken. Dat is. Uh, hoe heet het? Dat is dus het, een, het, een, het eerste wat er in die biome zit. En uh, dat is super handig. Want zonder dat dan kan ik dadelijk niet wonen. Want dan zit de teent daar. En dan komt het allemaal niet goed. En. Uh, het tweede wat ik wil halen zijn, Of wat ik daar, wat ik, waarvoor ik daar naartoe ga zijn. Um, Rainbow Trees. En dat zijn enorme bomen. En die droppen alle verschillende dice. Maar, maar dus ook. Um, white, witte die. Dus wat ik nodig heb voor die dingen. Maar ook een speciaal ander itempje. Genaamd. Uh, golden Apples. En niet zomaar golden Apples. Maar ook gewoon. Um, hoe heet het? Ook gewoon de. Uh, ah, hier, hier zijn we. Maar ook gewoon de super golden Apples. Dus met die 81 uh, gold waard zijn. Dus ja, hier zijn we nu, jongens. Nice. En ik wil ook de witte bomen hakken voor uh, boomhill en zo. Ook voor de, voor de dingen. Dus dit is de Rainbow Forest, jongens. Welkom. Nou, eventjes hier landen. wat past hier. Het stikt hier trouwens ook van de beesten. Dus enorm veel beesten hier. Het is echt enorm druk bevolkt. Maar dus, uh, dit zijn dus de bloemen waar ik wil gaan halen. Wacht, moest je hier niet. Even kijken. Ethereal Bloom. Is dit het? Of is dat het andere? Want voor mij kan het ook zijn dat het iets fout is. Nee, voor mij klopt het wel. Ja, dit is het. Dus Dit zijn dingen die we moeten meenemen. En daar hebben we echt een lading van nodig. Want deze dingen, als je die wil maken, kan. Die kan je volgens mij maken. Oh, wacht. Wacht, Etheril. Wacht. Of kan, kan ik die echt voor gebruiken? Heel even kijken. Hè? Even snel testen. Um, U. Nee, kijk, je kan nergens voor U doen. En een R ook niet. Dus, maar die zijn in ieder geval wat te maken. Op een hele moeilijke manier met Tomcraft. Uh, maar ik denk van ja, dat is iets te veel werk. Dus ik heb hier gewoon simpel. Of kom ik hier gewoon heen om die dingen te verzamelen? Dus eigenlijk kon het ook wel later, maar het leek me wel leuk om een keer een nieuwe biome te gaan bezoeken, jongens. Ik. ik bedoel, dat is weer een tijd geleden zo. En dit is wel een stikke biome. Wat is dit voor een boom? Ghostwood. Oeh. Oké, okay, dus hier ja, allemaal weghalen. En wat ik dus ook wil doen, is zo meteen een paar van die enorme. Oh wow. Een paar van die enorme Rainbow Trees gaan omkappen. Want, eh. Uh, zoals jullie misschien wel weten, de bomen in, uh, Hoe heet het? De. Hoe heet het? Deze enorme bomen. Dus ik vind ze ook zo vet met al die kleuren, Maar die, um, als je er één zo'n blokje weghaalt, dan uh, valt meteen alles om, hè. Dus, wat als er gebeurt met zoiets? Nou, jongens. Daar gaan we. Oké. Okay. Nou, wacht, voor mij moet je eerst dat helemaal loskappen als het goed is. Of heb, zeg niet dat ik een andere actie voor nodig heb, hè. Dat deze, eh... Uh, wat heet het? Oh, dat ging een sheep. Dat deze act niet goed is. Maar voor mij moet je helemaal loskappen of zo. Laten we even kijken of, of het zo klopt. Even kijken en voor mij heb ik een verkeerde axe dan of zo. Ah, jammer, want. Eh. Wacht, heb ik toevallig uh, iets in mijn. En nu uh, dingen zitten nog. Een hele lading zelfs nog. Oh ja, daar zie je ze ook nog een spul, dat ik het nog vergeten ben weg te zetten. Maar, god dang het. Ik wil eigenlijk wel uh, even testen met een iron axe. Of dat we uh, per se met een iron axe dan, dan moeten zo... Ze... Oh, die nee, wacht, nee. Laat maar, dat was een lumber axe of zo. En die heb ik nu niet. Dus we moeten het gewoon even zo weghalen. Dus dat gaat wel eventjes duren. Maar, weet je wat, ik begin al gewoon aan de top. Zo, het zijn redelijk grote bomen. Dus, hop. Ja, we moet wel een beetje oppassen. Uh, zo. Ja, oké. Okay. En dus van deze dingen krijgen we dus allemaal verschillende dice, jongens. Allemaal verschillende dice. En uh, niet alleen dice, maar ook, uh, dus ook boommeel en zo. En uh, dus ook saplings om meer van deze dingen te maken. Dus ik denk dat, omdat het dus niet zo snel gaat, hou ik het maar op één boom. Want uh, ik vind het jammer dat ik, dat ik het nu nog niet kan laten zien dat alles in één keer opvalt. En dat het dus een enorme regen is aan, uh, aan dice en zo. Dat kan ik helaas nu niet doen. Maar kijk, hier, jongens, overal oh, is allemaal dice. En uh, dat white tree daar kan ik dus gebruiken als boommillen en zo. Dus dat werkt allemaal heel goed. Je yep, komt allemaal langs naar beneden. Zoals je daar kan zien, er lag ook veel boommillen en weet ik het wel. Dus super vet. En uh, zoals je kan zien, is de boom is redelijk groot. Dus er uh, zitten heel veel white trees zitten erin. Super nice. Kan ik wat Boommill halen dus. En uh, oh, hier begint dan weer breder te worden. Of huh, wat is het? Oh nee, dit is zeker bijna de bodem of zo. Waardoor het al breder is. Even kijken. Dit uh, is raar. <laughs> Waarom we ik het van deze dingen hier zetten. Maar dan halen we die gewoon eventjes snel weg, hè, jongens. Dat is geen probleem. Uh, zo, en zo. Deze dingetjes hier. Maar dus, zoals je kan zien, het stikt wel van de. Uh, hoe heet het? Van de grote uh, bomen. Nou ja, stikt. Het zijn er hoeveel? Sowieso vijf, zie ik al. Misschien nog meer. Dat ergens een beetje net buiten de map valt. En er zijn er best wel veel van, want die dingen die. Oh, oh jongens. Oké, okay, ik moet even kijken. Wacht er. Uh... Ja, jongens, hier. Kijk. Kijk wat er hier allemaal is. Al de dice en dingen. En hier golden apples. Even kijken: cocoa beans. Die gewoon echt, echt boommeel. Uh, cactus green. Dus dat is ook super nice. Dus nou, pak me even de dingen hier. Zo. En hier de rainbow saplings. Die hebben we dus nodig. Oh, man, ik ben vergeten mijn dingen te legen. Dus maar hier zo: golden apples, jongens. Dus even jouw ja, eigen golden apples. Golden apples. Allemaal golden apples. Kom hier, al die dice. Um, Geen super golden apples? Nee, maar wel gewoon vier normale golden apples. Dat we hieruit hebben gekregen, nu. Um, oh, meer zelfs, vijf. Maar waarom valt dit niet? Heeft dat te maken met deze boom ofzo? Ik denk het. Kijken, kijken of hier nog iets zit, iets interessants. Zep. Dus ja, van alles kan je maar één ding meenemen. Eén stack nu, omdat we dus uh, niet echt zo heel veel hebben opgelet op voor de rest uh, inventory shift. Of inventory uh, stuff bedoel ik. Uh, um, hoe heet het, oh wauw. Kijk dit, het zag even raar uit met al dat hout zo. Maar dus hier kunnen we dus veel dice vandaan halen. En dus ook cactus green, wallen, wat we uiteindelijk nodig hebben voor. Uh, fluid. Oh, sorry, voor fluid pipes en alles. Dus uh, dat is ook iets wat we nog moeten doen. Maar goed, ehm. Um, tja. Oh, mensen zo lang. Ik, ik, hoopte, ik hoopte echt dat, uh, dat we dit gewoon in één keer kon doen. Dat gewoon heel die boom kon vallen. En dan kon je al die dingen in één keer zien overal. En dat was veel spectaculairder. Maar zoals je nu kan zien, krijg ik af en toe een beetje frame drop van uh, het vele spul dat er in één keer naar beneden komt. Oké. Okay. Oh boy, jongens. Dus ook gewoon appels, en hier beneden zie ik ook al over van die dingen leggen. En daar zo, oh mijn god, al die spullen. Zo, en hier nou even dit helemaal weghalen. Zo, heel veel hout krijg je hier trouwens ook uit. Goeie goed hout, houten we echt nodig gaan hebben. Uh, zo, zeven. Oh, daar gaat het, jongens. komt met enorme massaal naar beneden. En eh. Uh, ja, yeah, nou. Oké, okay, we hebben dus hier heel wat niet uh, opgepakt. We hebben heel veel white die, klein beetje bomeel. Beer, niet echt, We hebben er genoeg rainbow dingen. Uh, meer appels. Oh mijn god, 32 appels, hè? 12, 2 in, 42 appels. Ja. Yeah. Dus oké, okay, ik denk dat ik eventjes de belangrijke dingen alleen ga houden. de rest gooi ik weg. Dus al die kleuren, het zal allemaal wel. Maar bijvoorbeeld de lappens hou ik. Cactus Green hou ik. Um, insects hou ik. Kokobies hou ik. Maar de rest kan allemaal weg voor mijn part. De white dingen niet. Um, lime, red, die twee. Dus, belangrijke dingen die hou ik hier. En dan gaan we wel dit even. Uh, even kijken we wat we kunnen doen met de rest van dit spul hier. Of hier nog iets waardevols tussen zit. Waar ik dus niet had kunnen oppakken en net. Sommige dingen kan ik gewoon nog niet pakken, omdat het nog niet zo helemaal in de bomen vast zit. Het zit toch vast aan dit ding? Oh man, weet je wat? Ik laat het gewoon even, anders is het zo te veel. Maar dus, uh, Tja, even nog wat spul dumpen hier. Anders wordt mijn ef straks veel te vol. Uh, zo, dus laten we nog even wat meer van die ethereal Blooms halen. Want we hebben daar. Ik hoop uh, op een halve stack of zo. Dat is al genoeg voor nu. Als ik dan ooit tekort kom, dan weet ik waar ik meer kan halen. Waarschijnlijk. Want er zal hier nog wel iets meer zitten dan een half stack. En, um, oh ja, kom ik meteen even kijken van die witte bomen. Hè. Is dit echt wit? Light grey. Uh, even kijken. Light grey. Light grey. Waar zit echt white? Ik zag dat er white was. Oh, het was boven, Dat white. Hier was gewoon een hele lijn grey. Dus ik moet eventjes net daar zo gaan. Dus man, ik vind het echt wel een coole biome. Niet, niet echt om in te wonen, maar gewoon. Er is zoveel te doen. Hier is zo enorm veel. Planten, unieke planten, um, van die gigantische grote bomen natuurlijk, al die pezen hier. En het geeft licht. De hele boom geeft s'nacht licht, vanwege al die ethereal dingetjes. Dus ook geen monsters hier. Um, even kijken, zo. En dan ook allemaal verschillende kleuren, chips Dat is ook zo grappig. Um, even kijken, hier is het echt wit hè. Ja kijk, dit is wel wit. Oké. Okay. Oeh, het glimt ook mooi. Dus laten we hem nog maar eventjes uh, weghalen. Kom hier, white die. Even dit ook weghalen voor mijn puur voor de um, white next to black. Je hebt altijd. Wit en zwart zetten, we gaan altijd samen, hè, jongens. Dus zo. Even kijken. Kom hier. Uh, de andere witte dingen. Ik vind ook vet hoe de kleur van het hout gewoon echt overal anders is. Maakt helemaal niet uit. Hoe of wat het is. Dus uh, ah, kijk hier allemaal witte, ook de white saplings gaan we natuurlijk meenemen. Voor mij, voor mij hadden, hadden die nog? Ik weet niet of we die nog hadden. Ik geloof van wel. Maar dus, kun je... Ehm... Um, kijken, ja, deze. Gaan we ook even harvesten dan. Die is ook wit. Ik moet wel even verschil zien tussen wit en, uh, en grijs. Want grijs hoeven we niet. Grijs is niet nodig. Even kijken. Zo, kom hier. Pommeel, appels, alles. Oké, okay, nou jongens, dat is voorlopig wel genoeg. Als we nog meer nodig hebben, dan kunnen we later terugkomen. Even een paar van deze bloemetjes... Oh, wacht, ik dacht even van... Is die nou een heel stuk dikker of zo? Dat zag even raar uit. Um, Shimmerleaves, wat is dit? Oh, wacht, was dit het wat we nodig hadden? Nee, toch? Het was toch echt wel die Ethereal Bloom? Was het die Ethereal Bloom of was die wat we nodig hadden? Uh, nu ben ik aan het twijfelen. En van deze dingen krijgen we alleen maar. Hmm. Ik zou zweren dat het wel gewoon de. Hoe um, heet het? De Ethereal Bloom is. Maar goed jongens, euh, dan is dit ongeveer genoeg. Dus laten we het eraan. Dat skip ik wel even tot zijn. En dan uh, gaan we verder met, uh, hoe heet het, met het uitleggen van wat ik dus wou gaan maken. Met uh, de spullen die ik in de kist heb. Dus jongens, tot zo.